veel leger nog. Op zoek naar onze slaapcabine. Oh, hier staan de nummertjes. Daar komt 13, hè? Deze. Kijk, hier gaan we dan liggen. Top hoor. Chillen, chillen. Het is echt schattig. Kijk, hier een lichtje. Opladen, dekentje, kussen. Gordijntje kunnen dicht. Maar alleen geen lampje. Nee, dit kan niet weg. Dat is jammer. Een lampje. Ja, nee, maar een lampje van op het tafeltje. Ja. Maar die andere coupés hadden wel. Dat is dan net toch ietsje luxer, denk ik. Ja. Het is ook niet heel zacht met gas, hoor. Het is best hard. Het is gelukkig maar 2 uur. Oh, wat zit daar boven nog voor knopjes? Kan je het grote licht uit doen en de airco bedienen. Ja. Ah, leuk. Op naar weer wat moois vandaag. Maar eigenlijk ging jij het vertellen. Mag je niet vertellen? We gaan naar de... ach, die naam hier. Mooi Hang. Hang Mooi. Ja. Viewpoint. En daar is die. Oh jee, vanaf deze kant zie ik die. Maar toen we aankwamen rijden, zagen we al helemaal zo'n trap omhoog. 500 treden, super mooi uitzicht. Dus, nou ja, dat hebben we 5 minuten gedaan. Nee, we moeten even genieten van het uitzicht. Zo mooi hier, met al die steile rotsen en zo. Ja. Gaan we dan? Ja, hier begint de trap lopen. Hoeveel waren het er? 500 treden, toch? 500 treden. Venus. Kunnen wij wel, ja. De klim wordt al iets pittiger. Ja.
Getrapt. Ja, ik dacht, kijk waar ik uit kan. Hier dus. Bij de draai. Next stop. De Big Dong Pagoda. Dat spreek ik vast verkeerd uit, maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. We weten waar we zijn. Ja, nou ja, het is vooral een hele mooie plek waar die staat, wat ik heb begrepen. Ja, we weten niet zoveel over de pagoda zelf. Maar ja, het is een heel mooi stuk alleen al om hier naartoe te rijden, want je rijdt overal tussen die enorm mooie rots. En ja, hij ligt hier ergens tussen verscholen, dus we gaan kijken. Top. Net echt een super mooie rit gehad hierheen, van een uurtje ongeveer, zo tussen deze bergen heen. En we zijn nu bij het eindpunt, de Van Long Wetlands. En het is wel nat, maar ik denk niet nat genoeg, want er zijn alle boten die liggen op de kade. Dus goed, jammer genoeg wordt er denk ik niet gevaren vandaag. Maar alsnog even genieten van het mooie uitzicht.